Fuck! Fuck! Knol Power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik rijd de parkeergarage uit. En er zijn twee vrienden van mij die hier aan het wachten zijn. Hoppa, dit gaat helemaal goed. Ik doe de deur open. En welkom, welkom! Wat een lekker bijpassend jasje, jongen. Dit is genieten, jongen. Ik vind hem nog steeds dik. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hoe is het leven? Zonder zorgen. Ja. Of niet dan? Ja, zeker. Mooi zo. Ja, ik denk ik doe mijn regenjas aan. En de zon begint te schijnen. Ja. Dit is echt helemaal top. Ik heb net als jullie, tenminste als jullie ook in Nederland zijn, de afgelopen dagen en dus vandaag alleen maar regen gehad. En vandaag gaan we dus alleen maar krijgen. Tenminste, dat zijn de weervoorspellingen. Je weet maar nooit, kan altijd een beetje ernaast zitten. Maar ik ben heel erg benieuwd. We gaan in ieder geval nog één iemand ophalen. Want we hebben nog één plek in de auto. En die moet even gevuld worden. Er is een motorrijder of een scooterrijder. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is. Mooi! En die is serieus speciaal gaan stoppen, stapt af, pakt zijn telefoon en gaat filmen. Dikke John Deere gek. Ja, het is echt ongelooflijk, mensen. Ik wist dat het heel erg veel teweeg zou brengen en ik wist dat heel veel mensen zouden gaan kijken. Maar dat het zo extreem is, had ik niet helemaal verwacht. Het is echt bizar gewoon. Ongelooflijk. Wil jij mijn auto een dagje lenen een keer of niet? Lijkt me wel lachen, hoor. Nou, weet je, als jij een nieuwe auto hebt, dan wil ik best een dagje ruilen. Oké. Okay. Ja? Ja, is goed. Oké, okay, deal. Oh, ik ben bang. Boas, wat je die van mij gaat doen als ik hem aan jou geef. Boas, ik heb 2 dagen nodig, oké? Okay? Boas, die krijgt namelijk een nieuwe auto, dus we kunnen wel even ruilen. Komt goed. Nou, let's go! Lekker hoor! Ja, daar kan ik ook wel van. Hey, later! Holy shit! Wat is hier zo op straat voor je? Gewoon in één keer hier op straat. Hij zei ook toen hij klaar was. Oké, okay, later! Dagelijkse dingen, normaal. Oh, dat was geniaal. Daar komt hij, daar komt hij. En hij is jarig, hè? Als hij de auto instapt, dan is het... Lang zal leven! Lang zal ze leven! Lang zal ze leven! Lang zal ze leven! In de gloria! In de gloria! In de gloria! Hier de piep! Hoera! Hier de piep! Hoera! Hier de piep! Hoera! Hier de piep! Hoera! De piep! Ja, nee, niet te veel. Oké. Okay. Leuk ontvangst. Gefeliciteerd, man! Thanks, bro. Lekker, hoor. Gefeliciteerd, tap. Dankjewel, jongen. Gefeliciteerd en ik ben meester. Dankjewel. Hé, hey, onze kleurencombinatie... Ja, bro, ik wou net zeggen. ...is gewoon dikke zonder. Ja, ja. Oh, de reactie van Thijs ook via de telefoon was ook gewoon te mooi. Iemand filmt het voorbij. Mooi! Ik zag je auto, ik wist meteen wie je was. Ja, dat snap ik. Weet je wat dit voor een is? Ja, het is een Juris. Nee, het is een 6320. Kan ik nog een foto met je? Ja, tuurlijk. Altijd. Altijd tijd voor een foto. Tenzij ik aan de diarree zit, dan moet ik heel snel naar de wc. Hoppakee. Dankjewel. Alsjeblieft, man, rustig gaan, hè? Oké, dames en heren, we gaan naar Rotterdam. En zijn jullie klaar voor een adventure? Dat weet ik niet. Ik weet nooit dat ik met jou moet wachten. Nou, we gaan er wat leuks van maken vandaag in ieder geval. Ja, 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 ja. Even. Dikke John Deere gek! Weet je wat mooi is? Bij elke trekker die ik zie van John Deere toetrekken, en dan kijken ze, ze vindt het helemaal mooi. Helemaal mooi. Wow, dat is een mooie. Doe je deur eens open als je wil. Mooi! Hey, misschien krijgen we hem mee in de auto. Pak hem, Boas. Pak hem. Als jij nu terugkomt, je hebt er eentje in je handen. Echt goud, jongen. Ja, zullen we gewoon gaan? Ja. Als we hard genoeg rijden, gaat de deur vanzelf wel dicht. Yep. Later, Boas. Ja, dat is een haan. Ik wist niet wat het was, dus ik zat om te bedenken welk dier dat het zijn. Dat is een haan. Ja, dat is gewoon serieus een haan. Even serieus, waar is Boas? Hij is nog steeds die haan zoeken. Wat de fuck doet hij? Te droog, ik zie Boas gewoon niet meer. Deze mensen... Die mensen zijn serieus omgedraaid om een foto te maken van de auto.
Geniaal. A few moments later. Ja, dat is Boas. Ah, oh, lege handen. Yo! Kreeg je niet te pakken, jongen? Nee, ze zijn best wel snel. Ja, ik zag jou serieus ook gewoon niet meer. Nee, ja, helaas. Oké. Vond ik er beter. Oké, we zijn er, dames en heren. We zijn bij Adventure City Rotterdam. En we gaan hier binnen eens eventjes kijken wat ze allemaal te bieden hebben. Wat we allemaal voor leuks kunnen doen. Want dat het leuk is, dat is 100% zeker. En ik zie nu al dat het niet alleen binnen is. Nee. Oh, nou, dan hopen we maar dat het droog blijft. Oh mijn god. Ik heb hoogtevrees. Heb je hoogtevrees? Ja, ik durf dit soort dingen wel, maar ik heb hoogtevrees. Maar dit is serieus echt hoog, hoor. Oh, dit is ziek. Oh my god, ik wist niet dat het zo groot was hier. Dit is nice, dit is episch. Zipline. Oh mijn god, dat vind ik echt een van de vetste dingen die er is. Zipline. Maar waar gaat hij? Ja, daarboven. En dan heb je die hele ijzeren kabel, is de zipline volgens mij. Daar hang je aan, of niet? Ja, ik hoop dat de zipline een ijzeren kabel is en geen droptouw of zo. Droptouw? Ken je dat niet? Jawel, hoe kom je erbij? Nou, ik heb gewoon zin in drop. We zijn binnen in het paradijs. Dit is echt niet normaal. Het is super groot. Ik bedoel, een auto is al heel erg groot en het ziet er gewoon klein uit in deze hele hal. En Thijs die is net naar de wc geweest en die zei, hey maat, je moet echt even naar de wc. Hij stoot keihard zijn hoofd. Ja, Thijs die heeft nog geen rijbewijs, dus hij denkt, ik pak even mijn momentje. Doodhoek. Doodhoek. Ja, sowieso moet jij je rijbewijs halen. Jeetje, wat een oude auto. Gewoon overal aan zitten, van alle instellingen. Start die dadelijk ineens, ik zit daar. Oké, laten we even naar de wc gaan. Dat schijnt heel erg vet te zijn, zegt Thijs. Nou, gaan we. Woe! Dit is geniaal, check dan. Het is gewoon een boom. Bijzonder. Oh, dit is wel gewoon een toilet. Ja, dit is ook een toilet, maar dan... Een boomtoilet of zo. Oh, voor de kleintjes. Kijk dan. Geniaal. Hey Boas. Mees. Kom eens even kijken. Check de wc. Oh, ik was bang. Ik dacht dat je schiet rot, hè? Geniaal, niet? Ik boom aanblazen. Ik zou gewoon heel veel... Nog leuker geweest als echt een boom was. Dat je hier gewoon zo'n beetje grond had en wist je echt... Sst, het is echt een boom. Oh, ja, oké. Het is echt gewoon, ja. Wel geniaal, toch? Ja. Nou, ga maar snel heel veel water drinken, dan kan je ook plassen straks. Ik weet dat je dus niet laten schrikken omdat je die deur dicht deed. Tuurlijk niet, waarom zou ik dat doen? Ja, daarvoor staat het ermee, zodat je kan spieken inderdaad, daar. Flapdrol. Ik heb plas hier. Oh shit. Oh, je mist nu al. Dit is echt geniaal, dit. Een beetje raar. Kom even allemaal gezellig kijken. Als ik een krukje zou, had ik weggedaan. Nou, ging expres proberen vanaf te plassen. Oh. Meestal doe ik zo. Ja. De meesten zijn niet zo lenig hier. Oké, dames en heren, we hebben hier iemand en die gaat even een stukje zipline doen. Niet kijken naar mij, hoor. Niet kijken naar mij, is goed. Ik film het alleen. Zet hem op, hè? Beetje knolpower. Je bent zo goed verzekerd, joh. Met dubbele zekeringen overal en zo. Ja, dat... Ik heb gezegd dat ze bij jou niet helemaal... We hebben ze een half een beetje... Degene die al kapot is. Wat zijn er, Thijs? Dat weet je dat zeker. Thijs is er ook weer bij, hoor. Thijs is jarig. Wordt weer zo'n dag. Ja, Thijs is jarig, jongen. Hey. We hebben gewoon een kinderfeestje hier voor Thijs. Ja, echt, hè? Snoepzakje mee naar huis en zo. Ik weet wel één ding. Dat als ik een kinderfeestje ga houden, dan is dit wel echt het droomscenario voor een kinderfeestje. Oh, ja, daar gaat hij. Hey, gaat dit goed komen? Yay! Oké, sick. Je hebt dus hier verschillende etages. Je hebt een 4 meter parcours, je hebt een 8 meter parcours en een 7 meter ongeveer en een 10 meter. Oké, nice. En nog de 1 meter, hè, voor je techniek. En de 1 meter hier. Iets voor ons. Oké, we gaan beginnen bij het begin en dan gaan we steeds een stapje hoger. De hoogste meteen? Oh, dat zou ook wel vet zijn. Gewoon meteen bij 10. Ja. Dat zou wel sick zijn. Hey Enzo, we lopen langs een mat. Flipcheck. 5, 4, 3, 2, 1. Oeh! Koud! Je gaat hem ook. Vandaag gaan we wel landen. Ja, dit is volgens mij best wel moeilijk. Ja. Je mag alleen de rode dan gebruiken, hè? Je mag maar één kleur gebruiken. Oh, echt?
Serieus, is dat de regel? Ja. Dat je er één mag gebruiken? Ja, want je hebt ze maar parcours geel, blauw, rood. Maar dit is horizontaal klimmen en zo. Dus je gaat zo naar. Dus je begint daar en dan klim je via. Oh, je moet van links naar rechts. Je gaat van links naar rechts of van rechts naar links. En dan alleen de rode. Oké, okay, dus laten we eens kijken of mij dat gaat lukken. Ja. Alleen de rode. Alleen de rode. Je gaat daar een stukje omhoog. Warming up doen jullie niet, hè? Nee. Zo, ik zoek met die gekruiste beentjes zo. Oh, dit is wel vet hoor. Oh! Oh, dit is best moeilijk. Ja. Daar moet je bij. Dit is echt best moeilijk. Best wel zwaar voor je hand ook. Ja. Joh, je onderarmen, als je dit een dag doet, staan ze zo strak aangespannen. Dit stukje zwaar hier, joh. Ja. Het gaat je nog best wel goed af. Ja, dit is eigenlijk te doen, denk ik. Ik heb er nooit iemand zo goed zien doen. Echt serieus. Voor dit nog nooit gedaan te hebben, heb je best wel goede inschattingsvermogen. Ja. Nou, ik heb dit nog nooit gedaan, hè. Ik heb ook de juiste schoenen aan. Rood. Alleen voor het rode parcours, de rest kan je waarschijnlijk niet. Hoppakee, okay, dat was hem. Lekker gast. Lekker hoor. Oh, bijna. Oké, okay, normaal gesproken, dames en heren, mag niemand hier komen zonder gezegend te worden. Dit is ook best wel eng. Hou je goed vast, jongens. Dit is dus serieus een brug die naar dat knijtersgrote klimparcours gaat. En dit wordt echt zo vet, jongen. We krijgen nu een rondleiding van Jan. En Jan die laat ons even alles zien wat er mogelijk is. En dan straks gaan we beginnen. En ik weet nu al één ding zeker. Dit wordt genieten, jongen. Dit wordt zo vet. Ja, maar je hebt hier echt te zieke dingen. Kijk eens even naar beneden. Oh mijn god. Jij loopt wel de hele tijd naar voren en naar mij te kijken. Maar, ja, maar ik moet gewoon de hele tijd praten en afleiding hebben. Anders dan... Dan vind je het eng. Ja. Yes! Yes, yes, yes. Lekker hoor. Oh my god. Je gaat serieus daar vanuit de zolderkamer. Ga je serieus zo zzz, ja, helemaal met de zipline. Als dat geen glijbaan. Oh my god. Een glijbaan? Waar is die glijbaan voor? Dat is een zipline. Dan glij je gewoon de zipline in volgens mij. No way. Mag ook zonder beugel doen. Ja, zonder beugel. Ja, tuurlijk. Gewoon een glijbaan. Dit wordt zo vet. Wat de meest sportieve verjaardag van mijn leven. Dat denk ik ook. Gaan we deze 20 meter doen? 20 meter ga je doen. Oh my god, we gaan een vrije val doen van 20 meter, Thijs. Fijne verjaardag. Een vrije val van 20 meter. Ja, je wordt vastgemaakt in principe. Je wordt vastgemaakt, oké, dat is fijn. Oh, kijk. Ewa! Maar kijk, dat is toch wel sick. Gewoon een parachute springen, dan komt een klein beetje in de buurt. 20 meter, gewoon, oh my god. En het is nu nog droog, dus waarschijnlijk gaan we buiten beginnen. En dan heb je serieus... Ja, daar vanaf moet je weg. Van wat? Vanaf daar, 20 meter. Van 20 meter een backflip. Kan dat? Moet kunnen. Boas? Oké, Boas gaat het proberen. Oké, dus blijf kijken mensen. Een backflip van 20 meter. Killing. In ieder geval, het hele parcours hier zo, de bovenste, is 18 meter hoog. Hier hebben we weer twee trampolines. Buiten. Oké, dat was de glijbaan mensen. Geniaal. Het belangrijkste. Want we hebben natuurlijk heel veel etensfeestjes en toestanden. Oeh, eetfeestjes, hoor je dat? Barbecues. Ja, dit is wel het belangrijkste hoor. Kopje erbij, hè? Kopje erbij, man. Vandaag allemaal kopje erbij. Het scherp blij vanaf de eerste minuut. Cool. Nou. Het zit een beetje strak. Kan die ook losser? Of Quantum heeft ondertussen ook een goede helm, of niet? Oh ja, zo. Oh, dit is wel het lekker zo. Dat je zo gaat dat... Zit het lekker? Niet het. Zo. Het gaat zo op de pijn als je er aan gaat hangen, gek, want het zit echt precies maar zo. Vanaf praten we wat hoger. Je hebt zwart op zwart, ik heb zwart op grijs. Bij mij zit alles heel goed. Ja, bij mij is, ik ben gewoon helemaal zwart gegaan. Soepel dit ook weer, jongen.
Lekker hoor. Nou, je hebt het keer aan, man. Echt? Ja. Deze moet aan de buitenkant te zitten. Ja, dat is de rugkant. Ja. Het muziekje op het achter. Ja. Het ziet er zo niet soep uit. Yes. Lekker hoor. Staat echt bij zo'n man. Je lijkt zo een sukkeltje als je zo gaat staan. Ja, broek tot je tepels en dan... Oh, lekker hoor. Accentueert wel mooi. Je kan gaan spijkerpoepen zo. Ja, echt hè. Hey, als het wat makkelijk is, dan kan ik even uitleggen hoe de zipline hier werkt. Dan kunnen jullie dat zo in ieder geval zelfs al. Lievelingsgetal hebben. Nummer 4. Oh, wauw. Ga je 4 keer vallen? Dat hoop ik niet. Bij de zipline heb je altijd zo'n control hangen. Gaan we hier oefenen? Ja, je mag hier zo meteen even laten zien of je goed hebt opgelet. Oké. Okay. Wat heb je een super vette tattoo, man. Thanks. Ja, echt sick. Ik ben wel opgelet, want zo meteen krijg je... Zijn dit allemaal wolven? 2 seconden af. En een eland. Kijk, dat is een deer. Van John Deere. Ja, nee, vet man. Even... Het is gaat voor je eigen veiligheid, dit praatje. Ja, ja, maar... Maar hij mag zo meteen naar voren doen. En dan... Wow. Zag je dat? Wow. De camera viel van Boas' hoofd en je sloeg hem en je ving hem. Terwijl ik naar deze camera aan het kijken was. Dat was echt een zieke reactie. Pas maken, dat is het goed. Dit moeten we allemaal zelf doen, ook op 18 meter hoogte. Uiteraard. Met je trillende handjes zo dat het mis. Ja, 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 ja. Wil je het dan allemaal gaan vragen? Wil je het dan allemaal nog even opnieuw uitleggen? Nee, je mag het proberen. Let op, ja. Je kan hem maar op 1 minuut op. Deze moet ook? Nee, die komt zo meteen pas. Ja, hè? Dan heb je even testen. Ja, kijk of je goed vast. Hij kan hem op 1 minuut vast. Oh my god. Ja. Deze niet zo. Nee. Ik zei vanaf het begin kijken, echt helemaal vanaf het begin. Oh ja. Ja, ik let wel op hoor. Nice. Nee, snap je. Oké. Okay. Even doorlopen naar het volgende gedeelte. Oké, van de 4 mag je even vastmaken. Ja. Dit vastmaken, dames en heren. Je doet deze altijd de achter. De voor. De voor. De achter vanuit deze kant, hè. En dan doe je deze er doorheen. En dan ook hier. Nee, niet zo. Want dan gaat die ratelen, dat is niet de bedoeling. Dus wat je doet, zeg maar. Ik ben het even kwijt. Shit, hoe doe je dit? Even kijken. Is dat ding erop? Hier is zo een. Oh ja, 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 kijk. Nice. Dit is hem. Helemaal zelf gedaan. Ja, ik zou dat hier niet doen, want dan ga je met zijn knie over de grond. Maar je mag zo doen als eerst de ziplijn rondom, anders ik zo. Mag even laten zien hoe je zo vast. Zullen we het nog even een keer proberen, want dit ging niet zo soepel. Nee. Ja, stap je nu? Ja, ik kijk mijn eigen filmpje straks nog even terug. Dit ga ik gewoon overleven. Dit ging zo soepel, dit komt goed hoor. Echt helemaal top. Ik ben er nog niet helemaal bij, ik weet niet wat het is joh. Waarbij? A few moments later. Yo, tell me what I want, what I really want. I wanna. Oké, nu ben ik erbij. Dit is my song. I wanna. Zullen we beginnen met de zipper? Ja, tuurlijk. Laten we beginnen met waar het meest fout kan gaan. Dit had ik nodig, dames en heren. Ik weet al waarom ik niet zoveel energie had. Oké, eerst een lekker blootje eten. Blootje? Lekker blootje eten. Wow. Kijk eens even. Lekker broodje. Lekker eten. Dit is nice. Wel jammer, want dit is echt wel leuk. Zo. Goedemorgen. We gaan beginnen. Oh. Dat heb je soms en dan zeg je met, ja schreeuw en dan is het van, nee echt schreeuwen en dan lukt. Weet je wat het is, Mees? Nou? Wij zijn matties vandaag, extra matties vandaag, omdat wij zijn de enige twee met hoogtevrees. Ja ja. Maar we gaan proberen alles te doen. Ja sowieso. Ja, dus van, Thijs en Boas zijn de stoere boys ik vandaag. Ik denk dat je een hoogtevrees hebt bro. Ik kom er niet vooruit, dat is anders. Oké, we gaan beginnen, dames en heren, met het 4 meter parcours. En Ilias hier die gaat ons helpen. Hoe heet hij ook weer? Hoe heet hij ook weer? Givano. Givano gaat ons helpen. Even opnieuw knippen. Givano die gaat ons helpen. Zo, daar gaan we, dames en heren. Let's go! Het heeft net keihard geregend, zoals jullie zien, dus extra spannend. Let's go! Oh, wat is dit? Hey, dit is een overstapsysteem. Ja. Hey, daar moet je dus niet heen. Oh, moet ik deze? Oh,
Waar moet... Oh, hier is hij. Wanneer moest je deze nou weer gebruiken? Ja, nee, goed dat je het vraagt. Ik denk dat het voordat ik naar beneden val. Oké, okay, Bas gaat als eerst. Ja, dat kan niet anders, want hij zit als eerste. Ja, daarom vroeg ik hem nog even. Ik zat ook te bedenken van, kut, ik moet als eerst. Hij zit ook even te checken of hij niet los kan. Het lijkt net alsof hij los kan, hè? Maar, ja, ik heb hem los. Wel goed getest. Dus, Maar anders moet je even aan Ilias vragen, die kan helpen. Als dat los kan, dan is het pak 4. Oké, top. Ik had zo'n oude, hè, zo'n roeste, verdomme. Ja, die van Thijs is het meest geroest, het meest ervaren. Let's go, Boas! Ik denk dat die tonnetjes goed glad zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik schrok van het hek. Oh, dit doet hij heel netjes. Dit doet hij heel netjes. In 5 seconden, dames en heren, Boas van der Beek. Hoe weet hij ook weer wat zijn achternaam? Van Bochelen. Oh ja, van Bochelen. Ik met name. Jeetje. Bojas. Ik heb hem niet door, want ik kan daar niet zo. Ja, je mag maar met 2 personen bij zo'n paal staan. Oh, dit gaat soepel, Boas. Ik wil niet meer. Dit gaat heel erg soepel. Ondertussen gaat Mees beginnen aan zijn tonnetjes. Lekker hoor. Kijk Thijs! Lekker Thijsie! Hoe doe je dit, zegt hij? Ik krijg hem ook niet terug. Hoe vind je je verjaardagsfeest tot nu toe, Thijs? Lekker Thijs! Even een duimpje omhoog, jongens. Oh my god. Dit is 4 meter, dames en heren. Dit gaat me nog wel goed af, vind ik. Dit gaat me heel goed af. Ik ben er. Ren het makkelijk? Het gaat soepel, jongen. Nee, je mag niet aan de kabel vasthouden, je moet alleen eronder. Ja, ja, ja! Ja, ja! We made it! Mama made it. Weer, weer. Hey, maar dit wordt echt leuk, jongen. Nee, gast. What the fuck? Oh, je kan er ook onder lopen. Ja, je kan gewoon daarop staan op zich. Nee, ik ga hem wel echt doen. Succes. Ja, jongen, ik wil jou voor laten gaan, maar dat kan. Kleur even pakken. Wat zou het lastig zijn? Iets blauw. Blauw? Ja, jij moet voor blauw. Ja. Oké, dan ga jij voor geel. Shirt. Haha, toppie hè? Deze kan ik rennen toch? Komt ie. Ja. Let's go! Oh ja. Let's go! Let's go! Yesjes! Lekker Boas! Toppie! Fuck, moet ik dit doen? Nee. Alleen de rode. Lekker hoor, Thijs. Kijk zijn voet uit, cheat hem gewoon ziek hard. Hé, wat doe je? Ik moet niet mijn voeten filmen, gast. Hij zit gewoon met zijn voeten op die balk. Wat doe je? Niet mijn voeten filmen, bro. Ik ga hier tussen pakken, hè. Dan is het nog makkelijker. Oh my god. Of ze Yeezys ook, hè. Wat een gast. Oké, daar ga ik, mensen. Gaan we. 4 meter. Ik vind dit... Het begint een beetje spannend te worden. Je gaat die blokjes niet gebruiken aan de onderkant. Nee, nee, nee. Ik ga wel gewoon... zoals de echte manier. Alleen mijn handen. Ja, alleen de rode, hè? Elwa, triple. Nee, wel de koelbouwkleur aanhouden. Alleen maar rood. Oh, dit is wel... Dit is wel spannender dan net binnen. Ja, niet iedereen is
Ja, hoe nu dan? Ja, de mobile is er nog één. Daar moet je naartoe springen. Ik ga blauw. Ja, nee. Hoppa! Ja, zo. Netjes. Ja, haak je of zo? Zeker niet. Dan kan je hem naar je toe trekken. Nice. Hoppakee. Oh, ga je ziplinen? Ja, ik ga ziplinen. Oh, zet hem op. Zie je de kussen daar? Die moet je knuffelen. Kussen. Ik ben bang. Spring. Let's go, Boas. Oh, vallen. Oké, let op je ballen, Thijs. Zo, daar heeft iemand opgelet net. Maar jij niet dan. Lekker hoor. Is hij zo goed? Ja, wat maakt hij zo goed? Dat je ballen goed zitten. Hij is zo goed hoor. Hij is zo goed hoor. Ik heb geen idee, dat vraag je aan mij. Let's go, Thijs! Oké, dit ga ik best wel spannend vinden, dat weet ik zeker. Hier het kleine trappetje op en dan hier overheen. Oh mijn god, ik vind het echt spannend. En dan straks moet je dit ook doen, 18 meter hoogte. Zeker. Shit, hé. Je kan dat, Enzo. Ik heb knikkende knieën, weet je dat? Ik niet, hoor. Oké, deze zit zo goed. Het kan erger. Ja, je zit goed. Ja? Even checken? Ja. Ga je nou... En als ik nu spring, moet ik gewoon hier aan houden. Oh, dat is wel... Dat is uiteindelijk om af te remmen, maar voor het kleine stuk zou je dat niet nodig hebben. Okay. Je mag gillen. Jij bent goed in snowboarden. Mag ik gillen? Je mag gillen. Dat kan zo. Oké, dan kom ik! Hallo! Maar jij moet niet hard aan trekken, jij trekt me naar achter! Ik zit al aan deze! Lekker hoor! Oké, en ik stap hier weer mijn touwtje op. Hey, ik wak, Boas. Lekker, Boas! Ja. Ik loop er echt over zo'n dun touwtje heen. Lekker, Boas! Doet hij even met de camera en al hoor. Zie je die focus? Focus? Zonder te kijken. Zonder te kijken, hè? Ik kijk gewoon heel op de camera. Lekker hoor, Thijsie. Het ziet er heel. Heel goed uit. Dames en heren, ik schijt nu echt al keihard voor die 18 meter hoogte. Kippenvel, niet omdat ik het koud heb, maar omdat ik alvast bang ben voor straks, serieus. Oké, Thijs gaat snowboarden. Gewoon in één keer erop springen. Gewoon skitta, springen! Oh ja! Oh. Dat ging wat minder soepel. Nou, dat is dus het skateboard. Daar ga ik nu ook naartoe. Eerst nog even dit stukje touw. Hey, deze is nice. Oké, nu ga ik. Hey, Boas! Hoe deed je dat? Gewoon springen. Ja, gewoon springen met twee voeten. Oké, ik ga gewoon springen. Godverdomme, waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Sick. Oké, let's go, Mees. Zet hem op. En we made it to the other side. Slaat je ook zo in de DM's of niet? Ja, sowieso. Nice. Alleen dan ga ik nog net iets sneller. Mag ik als eerste gaan? Ja, dan zou ik alvast beginnen dan. Messi gaat als eerst. Ik heb wel in mijn boek geplast. Oh ja, ik moet nog plassen. Maar dat zie je wel heel duidelijk in zo'n boek. Ja, waarom denk je dat ik zwart heb aangedaan? Hey, succes! Fijn je het hebben gekend. Ja, ga maar. Jezus Christus. 18 meter hoog, hè mensen. Oh shit, ik weet het. Lekker Mees. Mees houdt vast voor zijn leven. Ja, ik kan daar boven net niet vastpakken. Oh my god. Ja, je ziet aan zijn handen dat hij echt knijpkracht gewoon. Maar je kan hier gewoon echt niet vallen. Dat is nog nooit gebeurd. Jullie zijn pas een maand open.
Nee. Hij stelt een knapje vraag, hè? Ja. Zo'n hondje wordt gevallen. Net als... Ja, ja, mensen vallen wel, alleen ze vallen niet naar beneden. Ah, oké. Okay. Dan hang je. Ja, ik ben echt aan het trillen, hoor. Maar ja? Dan, ja? Is het zo erg? Ja, ik vind het echt eng. Ik ben echt eng, maat. Ja, echt. Ik zie het ook in je ogen. Dat is het vervelende. Mijn benen trillen ook. Ik wil het niet, maar het gaat trillen en dan word ik gek. Kan ik? Ja, kom maar. Ik ga niet naar beneden kijken, geen één keer. Ik juist niet van het uitzicht doen, ja, ja. Ik kijk de beelden later wel terug. Oh shit. Waarom maken ze die knoppen zo klein? Wow, dit is zo eng, hè? Wow. Bro, ik ben bang, ik ben bang. Oh my god. Oh, kan je hierop staan? Oh, gelukkig. Oh, ik ben zo bang, hè? Ik zweer het je. Je cheat hem nu gewoon. Ja, ik vind het zo eng, hè? Wow! Fuck! Shit! Ja, en zo weer rennen, hè? Nee, ik denk echt een krug, hoor. Ja, je kan niet terug, want er zit nu iemand achter je. Fuck. Nee, maar echt. Je had als I got you, komt goed. Fuck yes! Let's go Thijs! Oh my god. Hey Enzo, je moet door dat gat heen gaan slingeren. Oh mijn god! Nee, fuck off. Kut, we moeten. Maar we moeten niet te veel nadenken, we moeten gewoon lekker gaan. We moeten gewoon lekker gaan. Hey, ik hou van jou. Ja, ik ook van jou man, serieus. Dit zijn van die momenten dat je denkt, ik hou van jou, hè? Even knuffel. Let's go Thijs! Ik ben echt trots op je dat je dit doet, man. Oh mijn god, Mees gaat sleeën. Kijk hem. Fuck, dus Mees droog wordt kwijt. Je vindt het ineens op een slee. What the fuck? Wat gebeurt er? Oh mijn god, serieus jongen. Nu raak ik wel slecht. Hey, jij bent wel een beetje slow, man, zo. Ja, ik vind het echt serieus spannend, jongens. Ja. Maar ik doe dit omdat ik ook... We zijn drie bij elkaar. Hè? Ja, maar ook omdat ik een beetje de kijkers wil motiveren van je moet soms je grenzen verleggen en je angst overwinnen. Weet je wat het is? Weet je wat het is? Ja, dit is echt een ding wat ik moet overwinnen. Ik vind het zo eng. Heb je al naar beneden gekeken, of niet? Nee, ja, een paar keer per ongeluk. Wow, uit die comfortzone. Ah! Oh my god! Ah! Ik vind het zo f***ing eng, hè? Woe! Oh! Oh! Oi, oi, oi! Woe! Oh, oh! Oh my god! Oh my god, jongen, echt! Let's go, Thijs! Lekker, lekker, Thijs, lekker, Thijs! Let op! Hij is er nog echt! Oh my god, mag dit? Eigenlijk niet, normaal gesproken, maar Gaat het goed Thijs? Hoor je dit? Ja. Kom Thijs. Lekker Thijs! Thijsie, let's go, Thijsie! Zo. Jij staat hier ook nog steeds die boom te knuffelen. Ja, vind je het gek? Weet je hoe eng dit is? Weet je wat we nu mee doen? Ben je klaar voor, jongen? Weet je wat het ziek is? Hij doet dit gewoon allemaal met een camera in zijn hand. Ja. Is gewoon meester vlogger daar. Ja, echt hè. Gewoon even hoog leeg maken. Ja. Hoog leeg maken en gaan. Ja, het boeit me niet wat meester. Klinkt allemaal naar stront. Meest gesloten boek op dit moment. We zijn met z'n drieën en we gaan met z'n allen verzorgen dat we dit parcours gaan afmaken. We gaan rustig blijven, we gaan elkaar aankijken, we gaan kijken welke mogelijkheden kunnen wij aan elkaar bieden, zodat we onszelf kunnen ontwikkelen. Dus Enzo is een beetje zenuwachtig, Bo is best wel verzekerd en ik heb er ook best wel veel moeite mee. Dus misschien kunnen wij samen eventueel, hè? What the fuck? Dat deed je zo goed. Wat denk? Jij moet later meester worden, man. Ja, dat ben ik al horen nu. Ja? Fuck! Fuck! Je hebt een touw tussen je benen nog. Ja, ik vind het zo eng. Oh, yes. Je moet weer er buiten langs omheen klimmen. Nu even inzetten, juist. Ja, dat kan. Jawel, dat kan wel. Goeie. Ja bro, dit gaat niet lukken. Kunnen we dat niet knippen? Kunnen we dat niet knippen? Ja maar bro, ik heb het eindelijk gedaan en nu moet ik weer terug. Dat kan toch niet? Kan op dat platform blijven staan.
Wat je net deed en dan gewoon eromheen. Ja, maar dat lukt niet, want ik moet helemaal gaan hangen. Ga, doe nog eens. Om de touw heen. Nou, ik wil echt niet, kom op. Kunnen we dit touw niet langer maken? Ja. Ja, je kan hem langer maken daar. Ja? Toch of niet? Ja, volgens mij wel. Ja, kan er niet bij, ik hang. Oh, hoe kan jij er wel bij? Ja, oké, hij is iets langer nu. Juist. Hier, kijk, snap je? Snap je? Hij vertikt het ook gewoon, anders had hij ons gewoon laten staan. Ja. Nee. Yes! Kut, kan het touw pakken. Ja, je kan hem toch... Kom op, Thijs. Kaulo, dit is wel eng. Dit is wel eng. Kom op, Thijs. Yes! Hoppakee. Oh, jij hebt ook hetzelfde Nee, andere kant eruit, andere kant eruit. Nu heb je hetzelfde. Nee! Hoe vond je het, Thijs? Bro, ik ben er nog niet. Dit is echt zo kut, hè? Hey, leuke verjaardag. Oh, het begint te regenen. Kom op, let's go. Ja, ik voel het. Oh shit, wat doet hij? Lukt het? Gaat hij goed? Ja? Waarom doe je zo ontspannen? Wat moet je doen? Niet doen! Niet doen! Moet ik je duwtje geven? Nee! Oh shit! Oh shit! Oh my god! Lekker Thijs! Woe! Lekker Thijs! Schatje! Lukt het zo? Je kan je voet op die balk doen. Oh my god. Volgens mij knakte er iets. Boas is echt de lul. Boas! Volgens mij is er iets los. Oh nee, wacht, hij kan toen niet vallen. What the fuck? Open gotta take my foot. Put down road. Thijs, stop! Ik ben echt zo blij als ik klaar ben. Hè. Echt ja, ik ook. Ja. Ik denk dat ik ga rennen ergens. Weet je, even al die energie eruit, die adrenaline. Ja, ik ben echt... Let's go! Yes! Woo! Bro, you got this! Let's go, bro! Lekker broodje! Dat was geen skate. Wat moet ik nou doen? Let's go, Boas! Jij moet hem vader en zo, want je mag hem met z'n tweeën. Oh mijn god, oh mijn god. Dit hele houten ding gaat heen en weer. Dit is het laatste? Yes, baby! Oh mijn god. Woo! Let's go. Woo! Let's go! Yeah! Oh shit! Woo! Yes! Hoppakee! Let's go, Thijs! Woo! Lekker hoor! Oh, ik moet remmen, dat is op die! Woe! Zo, dan zijn we klaar. Lekker man! Woe! Hoppakee! Oké, we gaan patat eten. Yes! Hoppakee! Dit doe ik nooit meer. Oké, we gaan de rollercoaster doen. Goed. Ja? Hey, ik ben echt trots op ons man. Lekker. Ik vind het wel echt leuk, man. Hé, hey, lekker, man. Waar bleef je, man? We zijn al 10 minuten aan het wachten. Yeah. Let's go, Mees. Oh, ja. Woo! Hoppa. Wow, dit is sick. Oh, het begint weer te regenen. Dit is Wow! Oh, mijn god. Hij slingert in één keer heen. Wow! Oh, yo. Dat was best heftig. Ja. Ja, jij staat als volgende in de rij, hè? Kijk hem dit vast, houden. Hoe was het? Boas lag zich helemaal dood, jongen. Het is zo leuk. En ze heeft gewoon geen één paal langs gaan of het was. Ah, ik wil niet meer. Hij denkt dat er van die checkpoints zijn die een spel hebben. Die zo vast moet pakken en hij dan niet meer af kan gaan. Checkpoint.
Oké, okay, dan wordt... Hoe heet dat eigenlijk, dit? Een alpot. Een alpot. Yes. Nice. Yes. Nou, de alpot wordt op de buis gedaan. En dan ga ik een rollercoaster doen. Wel sick, hoor. Dit is de enige in Nederland? Ja. Nice. Yes. En jij bent de enige instructeur die dit mag doen? Nee, zeker niet. Oh, maar wel de beste. Ja, zeker. Zou ik ook zeggen. Er gewoon nog iemand achter die het ook doet, maar... En jij bent ook de beste. Sowieso. Oké, okay, cool. En deze ook. Je vond het zo'n bang gezicht. Ja, maar je kan altijd gewoon even controleren ook. Dat is gewoon handig. Nee, wacht even. Zeker weten? Ja, ik denk het wel. Dan mag je hier vasthouden? Ben ik daarvoor? Ja. Je weet het niet. Ik mag gewoon hangen. Ja. Ja. Let's go! Neem deze op. Ja. Ja? Ja. Oké, nu mag je slaan. Oké. Let's go! Oh my god, dit gaat harder dan je denkt. Oh, oh, dit is sick. Yeah. Oh, dit is geniaal. Mijn pipi doet nu wel een beetje pijn. Je pipi doet pijn? Ah ja, hij zat niet goed. Maar dat merkte ik pas toen ik erin sprong, dus ik kon er ook niks meer aan doen. Let's go, Enzo. Deze voor jou. Ben je bang? Nee, ben niet bang. Ik kijk in angst. Gelukkig ook niet op pipi. Cheat! Daar komt Thijs, dames en heren. Daar komt Thijs. Let's go, Thijs! Woo! Let's go, Thijs! Lekker hoor! Hoppakee! Wat vond je ervan? Hij ging harder dan ik dacht, joh. Dat is precies wat ik ook zei. Hij gaat serieus echt harder dan je denkt, want het ziet er niet zo hard uit, maar als je er zelf aan hangt, dan serieus, het gaat echt hard. Let's go! Lekker hoor. Wie gaat als eerste de 20 meter vrije val doen? Nou, degene die wint, die mag kiezen. Oké. Okay. Steen, papier, schaak. Nee! Ik ga het even. Oké. Okay. Nou, veel plezier, mannen. Thijs. Ik kijk ook eerst van beneden. Thijs. Ah, dat meen je niet. Ga je met mij vanaf hier beneden kijken? Ja, dat lijkt. Ja, ik blijf hier beneden om te filmen. Maar bro, als ik hem doe, doe jij hem ook. Ja, ja, we gaan hem zo doen. Ja? Nee, zonder twijfel. Oké, als ik hem doe, doet Thijs hem ook. Ik doe sowieso. Oké, daar gaan ze, dames en heren. Ready? Nee. Ik wil nog steeds wel eerst, hoor. Maar nee, die gaat niet als eerst. Wat belangrijk is, dat je alleen het paars gedeelte vastpakt. Dit? Ja. Dus je moet gewoon daar gaan staan en gewoon springen. En gewoon running gainer doen. Meteen? Ik ga stikken. Ik zou niet rennen er vanaf gaan, ik zou wel echt op het randje gaan springen. Je mag gillen, je mag huilen. Oké, dames en heren, het moment is bijna daar. Mees is zich aan het klaarmaken. 20 meter vrije val. Jongens, ik heb hoogtevrees. Ja, Enzo? Enzo! Hey, jongens, ik zie de grond! Oké. Dit noem ik de meestactiek. Ja, zijn jullie klaar voor?
3, 2, 1. Oh, je wordt echt gelijk afgerend. Ja. Hoe was dat, Mees? Veel minder eng dan ik had verwacht. Ja. Want ik was voorbereid op echt tot en met hier, zeg maar, dat gevoel te krijgen. Ja. Dat was echt niet eens één seconde. Maar je moet gewoon doen wat ik zeg. Omdraaien, niet kijken. Ga staan, 1, 2, 3 en je moet. Je moet. Je mag niet stoppen, je gaat. Woe! Oh, weer op mijn zak! Thijs. Let's go! Nou, kom on. Let's go! Woe! Helemaal daar naar boven. Als je beneden staat, denk je dat doe ik even. Maar als je hier staat, denk je shit. Let's go, Thijs! Daar was hij. Ga je salto maken? Hier snippen. Oké. Oké, ik ga. Mees? Let's go, bro. Laten. Yes, you got this. Laten. Oké, staan en springen. Oké, dat doe ik nooit meer. Word je echt zo, hè? Nee, was wel leuk. Je stresst hem keihard, maar de beste tactiek is gewoon lopen, springen. Dat is het. Mees is knettergek geworden, mensen. Hij gaat een salto proberen van de 20 meter hoge vrije val. En hij gaat nu vragen hoe het moet. Ja, ik ben klaar. Hij zegt niet spectaculair, het is een soort van koprol. Nou. Oh, sick! Gast, doe ziek. Gast. Zo. Respect, jongen. Let's go, Boas. Oké, daar gaat Boas, mensen. Lekker hoor, Boas. Sick hoor. Na die super spectaculaire koprol van Mees en die sicke backflip van Boas en de gewaagde sprong van ons, gaan wij nu hier naar de muur toe. Dit is de klimmuur en we gaan een wedstrijdje doen. We gaan timen hoe lang jij erover doet om van hier naar helemaal boven te gaan. En daarboven, helemaal boven, heb je een grijze baksteen aan de muur hangen. Die moet je aantikken. Oké. En dan moet je schreeuwen. Als je hem aantikt, zo... Ja, dat ja. Nou, dan gaan we, dames en heren. Boas is de allereerste kandidaat. 3, 2, 1, go! Daar gaat Boas. Wow, dit doet hij echt snel. Oh my god. Ja! Wow, 8 seconden, gast. Bro. Springen. Springen. Oké, springen. In 3, 2, 1. Woo! Spider-Man. 8 seconden. Ja, dat ging wel lekker. Mees. Ik denk dat Mees Boas wel kan verslaan. Ja, ik denk dat ik dan ga proberen en dan net eentje mispakken. Hij is wel iets langer, dus hij kan sneller erbij. Maar geen extra natuurlijk. Ik denk wel dat jij kans maakt. Oké, Mees, jij hebt te verbreken. 8.19. Ja? Thijs telt af. 2, 1, go! Let's go, Mees. Check hem gaan, check hem gaan. Oh, let's go! Onder de 7 seconden, ouwe. Hallo, hoeveel druk ligt er op ons nu? Ja, ga jij maar als eerst. Er wordt even strategie ingefluisterd. Okay. Ik geloof in je, Thijs. Oké, okay, let's go. Okay. 3, 2, 1, go! Hij is een schoen! Lekker, Thijs! Let's go, Thijsie! Nou, onder de 15 seconden. Oh, mijn scheenbeen, joh. Jij zet hem niet af, jij rende gewoon er tegenaan. Onder de 15 seconden. Lekker, man. Lekker, hoor. Ja, dat is in ieder geval een record als je het voor de eerste keer doet. Oké, dames en heren. Nou, gaan we eens even checken of ik onder de 10 seconden kan blijven. Oké, ready? Oké, tel je af. 3, 2, 1. Oh, 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 oh. Nee, nee, go, 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 go. Dat je die bouwstenen gebruikt, hè? Ja, als gewoon Spider-Man, gewoon recht tegen de muur aan lopen. Hoeveel denk je dat je hebt? Ah, wel onder de 10 seconden. Ja, denk je echt dat je onder de 10 seconden hebt? Ja. Volgens de timer heb je een tijd, maar ik zag wanneer je echt aanraakte.
en je had 7 seconden en 10 milliseconden. Oh, jij had 6,97. Dat is snel, man. En als jij niet wegreed, dan was je nog veel sneller geweest. Ja. Oké, let's go. Ja, doe hem nog een keer allemaal. Nee, alleen ik. Oké, okay, alleen ik. Dat is goed. 3, 2, 1. Ja, ik dacht... 45. Ik dacht echt dat deze minder snel was. Ja, in het begin. Want je gleed echt 3 keer weg of zo aan het begin. Zo, hallo. Let's go. Lekker. Lekker hoor, 6,45. Nu gaat Boas. Gaat hij weer thuis? Ja, ik ga dit niet meer doen hoor. Thijs heeft een beetje oud. Thijs ging ook veel te fanatiek. Het was echt gewoon, hey muur. Boas, ik fluister in morgen thuis. Je moet niet te veel letten op je voeten. Je moet gewoon klimmen, klimmen, klimmen. Dus ik denk, ik ren op die muur hoor. Gelijk met een scheen mee tegenaan. Oké. Oké, Thijs gaat uitrusten. Boas gaat nog een keer let's proberen. Zet go. Hem op jongen. Zet hem op. Oké, ja? Ja. 3, 2, 1. Ja. Ja. Hoeveel had ik? Ah, hij begon wel sneller eerder dan jij. Dus hij begon eerder, maar jij had 6,45. Jij had 6,45. Ja, je hebt het gehaald. Je hebt het gehaald, pik. Lekker. 6,28. 3, 2, 1, go. Oh, die is snel, gek. Ah. Oh. Nou, dat is steeds best snel. Je zat er heel erg dichtbij. Als je niet was gevallen, had je hem gehaald. Ja, dat denk ik ook. 6,62, alsnog heel erg knap. Ik ben benieuwd, als jullie hier zijn, probeer het record maar te verbreken. 6... 26 volgens mij. 6,28 van 28. Boas. 6,28. Maar weet je wat leuk is van zo'n klimmuur? Dat we hebben, hier hebben we ook nog eentje. En daar heb je een bel helemaal bovenaan. Dus dan is het gewoon letterlijk een wedstrijdje. Dus zullen wij een wedstrijdje doen? Dat is goed. Ja, Boas tegen Enzo. En dan wie het eerst de bel aantikt, ding ding ding, die heeft gewonnen. Oké. Okay. Dames en heren, Mees die geeft het startschot, die zegt go. En op go gaan we. Je is eerst de bel aanraakt, jongen. Gaat niet om tijd, gaat om de bel. Go! Oké, okay, Boas, geef jij het startschot? Ja. Oké, okay, als Boas go zegt, mogen Mees en ik gaan. Zet hem op, Mees. Go! Oh, Mees. Mees! Ja, lekker hoor, Mees. Door te hebben, Mees. Mees, pak hem! Ah, Mees! Yes. Ik leef weg! Let's go! Oi, oi, oi. Ah, lekker hoor. Nou, moet je... Oké, okay, daar gaan we. Let's go. Ja. Go! Boas ging het toch geven? Ik zat er achter. Boas ging expres daar staan. Oh, sorry. Ik dacht dat Boas had gegeven. Want niet naar mij kijken, dat was het. Wie gaat het nou geven? Ja, ik. Go! Let's go! Hier moet je banaan hangen en het record staat op 2 minuten 10, zeg ja, tenminste dat heb ik als laatste. 2 minuten 10, oké. Okay, het zou wel sick zijn als we dat kunnen verbreken. Hebben we een timer aan het staan? Nee, maar hangt best wel al een tijdje. Ja, hangt zeker al 45 seconden. Oh. Ja, als er geen timer is. Oké, okay, Boas. Dit is banaan hangen. Ik hang er zelf ook bij, maar ik zit hier vast. Ik ga de timer... Holy shit. Gaat dat goed? Ja. Oh mijn god. Jij zegt meer dan ik volgens mij. Oké, okay, let's go Boas. Wanneer jij gaat hangen, start ik de timer. Banaan hangen, 2 minuten 10. Let's go for record. Timer gaat in. Lekker Boas. Ben ik al bijna? Je zit nu op 22 seconden. Is het zwaar? Ja, best wel. 40 seconden. Holy shit, zo weinig. Nu nog een minuut erbij en je hebt het record. Kijk mensen,
1 minuut 18. Begin te glijden. Ja. Je zit op 1 minuut 40. Dit gaat goed hoor. Het gaat supergoed. Je zit bijna op 2 minuten. 2 minuten, nog 10 seconden, kom op. Je hebt nu het record verbroken. Je zit op 2 minuut 13. Ja, ik hang zelf hier ook niet zo prettig, dus het zou fijn zijn als je niet te lang meer blijft hangen. Ja, ik heb mijn handen gelijk ook weg. Ja, ik weet het ook. Woe! 2 minuut 35. 2 minuut 35, dames en heren. En we starten. En zo, hoe gaat het met jou? Goed. 40 seconden, 1 minuut. Begint alles al wat meer te zweten en zo? Ja. Anderhalve minuut. Je zit bijna op 2 minuten. Nog 35 seconden en zo. Oh, ik zie gewoon dat het pijn doet dat je aan het strijden bent. Ah. Nou, heb ik in ieder geval het record van hiervoor gebroken. Je begint helemaal te zweten op je onderarm, hè? Ja, dan ga je glijden, dan kan je er gewoon niks aan doen. Ja, eerst heb je hem zo vast en daarna ga je glijden. En dan zit je zo en dan denk je, oké. En dan probeer je het weer vast te pakken, maar dat lukt niet. Ja! I'm gonna check my door. What a room. Waar ga je heen? Oké, let's go. Ja, nou voor. Zo, ik vind het eng. Ik ga met jou mee. Vind je het eng? Oh shit, ik zit de verkeerde kant. Ik zit de verkeerde kant. Dat kan er echt wel. Hallo! Let's go, Boaz! Oh, dit is nice! Oh, touw slinger! Let's go! Ja, ik dacht dat je een beetje anders was. Ik dacht, nou, dan moet het wel. Let's go! We zitten hier in de vogelkooi. Dit is sick, hè? We zitten nu op 10 meter hoogte, mensen. Hij gaat zo overkomen. Holy shit, lekker hoor. Dit is nog best wel eng hoor, mensen. 10 meter, hè. Zo, dit is catchy. Ja, kijk dan. Oh, wow. Dit is echt eng, dit is serieus eng. Wow, wat is dit? Wayo. Oh my god. Deze is best eng, ouwe. Maar twee tegelijk, dan heb je minder stappen. Dat is wel moeilijker. Lekker, Boaz. Ja. Lekker, hoor. Net een hond. Gaat lekker, jongens. Gaat lekker. Gaat het goed, Thijs? Thijs die zweet zich helemaal kapot. We gaan samen. Met z'n tweeën. Mogen wij ook samen? Nee. Dus het probleem is, als je daar komt, moet je niet zo tegen de kussen, want dan kan je letterlijk je benen breken. Dus je moet er zeg maar op lopen. Top, bedankt voor de goede woorden. Oké, okay, cheers. Hey, en nog één keer. Oké, cheers. Oké. Jij hebt wel echt muziek. Oh, dus ik heb wel... Wat heb ik gezien? Niks. Go. Gaan. Gaan. What the fuck, let's go. Ik dacht, hoe moet ik afremmen? Mooi, oh, joh. Dit was nice. Oké, okay, doei. Woo! Hey! Woo! Oh, het gaat best hard, gek. Kijk hoe perfect. Sorry, nee, dit is wel een dikke spin, hè. Tada. Kijk, Thijs hier gaan, mensen. Kijk, Thijs hier gaan. Remmen. Lekker, Thijs. Ja, we gaan alleen maar hoger, mensen. Ik sta hier nu op een nieuw platform. En we gaan nu daarheen. Zin in? Ja man, ik vind het leuk. Ja, zipline is sowieso super. Het is echt een vlieggevoel. Oké, daar ga ik. Let's go. Bye. Oh, beetje rem, beetje. Oh, kracht weer. Oh, Boaz gaat hard.
Hey. Lekker man. Dat is de verkeerde kant op. 1, 2. Wow, dat is hey. Hoppakee. Wow. Lekker hoor. Dit is zo sick mensen. Oh, de camera viel. Daar komt Boas, daar komt Boas. Ik moest remmen. Ik zag heel even de angst in je ogen. Ik zat even, oh ja, kak! Thijs remt niet af. Nee, ik was hard in de hele ding. Ik moest niezen, man. Lekker Thijs! Ik heb ook deze keer. Lekker Thijs, man. Dames en heren, ik dacht serieus dat dit het was. Maar eventjes voor de duidelijkheid. We hebben serieus geen eens alles gedaan hier bij Adventure City Rotterdam. Dus jullie hebben nog wat gemist. Maar dat is aan jullie om zelf hier een keertje heen te gaan en het voor jullie zelf te doen. Jullie hebben in ieder geval onze reacties gezien. Bro, ik ben zo trots. Geef me een knuffel, man. Kom hier. Ik ben zo trots dat wij dat parcours van 18 meter gewoon geflikt hebben. Hè? Op een verjaardag. Zo, op zijn verjaardag. We hebben een leuk verjaardag gehad hier. Sowieso. Leuk kinderfeestje. Iedereen bedankt. Sowieso shout-out naar Boas en Quantum. Echt super sick dat... Sorry man, ik blijf die grap maken. Dat is helemaal niet leuk. Shout-out naar Mees en Boas. Sick. De koprol en de backflip. Echt een van de hoogte... De koprol, dat is gewoon een frontflip. Dat klinkt wat moeilijk. Het zag eruit als een koprol. Ja, maar dat was ook het doel. Sowieso. Twee hoogtepunten van vandaag. Sowieso. Maar we hebben nu de diploma-uitreiking. Ja, zeker weten. Ja, jullie hebben natuurlijk wel je best gedaan. Hierbij gefeliciteerd met je beste kind. Woe! Dat heeft hij altijd wel een keer willen doen. Wij zijn Sven diploma A. Oké, de tweede. Ja, ik heb er nog eentje, maar alsjeblieft gefeliciteerd. Dankjewel! Lekker hoor. We hebben over naar de laatste twee. Nou Thijs, je moet ook even op het podium, hè? Hey, en zou jij ook? Kijk eens even. Oh. Zeker ja. Hey. Hey, met de jager op. Voor jou ook gefeliciteerd. Dankjewel! Oh, je ging niet eens omhoog. Nou, en de laatste. Besef eventjes hè, ik heb geen diploma, niks. Dit wordt gewoon mijn eerste diploma. Degene met de meeste hoogtevrees. Let's go. En dat is zeker waar. Dus Enzo. Dankjewel. Daar ging het ook om, ja. Het is dan geen schaal, maar wel een diploma van Adventure City Rotterdam. Kijk eens aan. Sowieso even een shout-out naar de instructors. Ja. Thanks man. Even dankjewel. Super lief. Echt heel erg tof. Dankjewel voor de hulp. Yes. Echt helemaal top. Dus dit is echt genieten. En ik ben blij. Ik ga het aan mijn moeder laten zien. Zo. Dat was het mensen. Ja, was heel dik. Dat was echt super tof. Ik heb echt enorm genoten. Willen jullie nou meer informatie hebben van Adventure City Rotterdam? Check even het linkje in de beschrijving. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Boas, Mees, ik en Thijs hebben trouwens ook alle vier eventjes een handtekening gezet op de steen. Op de steen als je binnenkomt daar. Dus ga checken als je erheen gaat. Bedankt nogmaals voor het kijken. Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik check jullie bazen morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace! Knol, power!